Ken je Race Against the Machine? Of, dat ken ik. Ja, oké. Ik vind hem zo lekker. Ja, dankjewel. Ja, misschien in niks aan. Goede aankondigingen. Ja, oké. Ik dacht, dat past wel bij jou. Toch een beetje van dit. Maar ja, je bent nog vrij jong, maar al in 2008 ging het mis. Je was al een hele tijd was je bezig. Je had op servers van universiteit had je ingebroken en zo. En op een gegeven moment was de FBI jou op het spoor. Gaf toen een tip aan Team Hightech Crime. Ja, Pim was daar toen onderdeel van. Die deden een inval bij jullie studentenhuis. 10 man en jij lag te pitten. Hoe ging dat? Ja, hoe ging dat? Het was een studentenhuis. We woonden met z'n 4 daar zo. Dus ik lag uurtje of 6 was het, 6 in de ochtend. Dus ik lag lekker te slapen. En toen was er heel veel geluid in mijn kamer ineens. En toen werd er keihard geschreeuwd, wakker worden, wakker worden, wakker worden. Een beetje zoals Jochem Meijer. Ja. En toen dacht ik eigenlijk dat het mijn studenten en mijn huisgenoten waren. Dus ik bleef lekker liggen. En toen werd ik in één keer aan mijn arm uit mijn bed gesleurd. En toen stond ik daar tussen alle mannen. Ja. Ja. Het was geloof ik ook nog zoiets dat ze zeiden, hier is het niet of zo. Ja, ik lag in een hoekje. Ik had een hoogslaper. En er was 1 agent blijkbaar die zei, hij is er niet. En die hoogslaper die is vrij hoog, zoiets. Dus ze zagen mij daar niet in het hoekje liggen. En ik hoorde hem dat zeggen. Toen dacht ik, oh, wat nou, hij is er niet. Dus toen gooide ik mijn dekens opzij. Hier ben ik. Over responsible disclosure gesproken. Eerlijk is eerlijk. Shit, ja. En toen? Dus je werd ook meteen in de boeien geslagen, net als bij dat filmpje. Ja. Afgevoerd. En de studenten die lagen natuurlijk in een duif. Het ging heftiger dan dit zelfs, moet ik zeggen. Ja, het ging zelfs vrij soft. Oké. Ja. Hoe bedoel je heftiger? Ja, nou, wat ik zei, ik werd echt aan mijn armen eruit getrokken. En ik werd daar neergezet. En toen zei een van die jongens, die zei, pak maar wat kleren, want het zal wel eventjes gaan duren dit. En toen zei ik, nou, dat hoeft niet. Dus toen heb ik mijn kleren gewoon aangehouden. Dus toen is er 1 broek, 1 t-shirt en daarmee hebben ze weg. Je had dit ook niet verwacht, begrijp ik? Nee, absoluut niet. Ik had echt totaal niet door waar ik mee bezig was. En toen ben je afgevoerd en je ging gevangen? Ja, toen ben ik 18 dagen van huis geweest. 18 dagen in de bak gezeten? 18 dagen. Ja. Want wat was de uiteindelijke veroordeling die je kreeg? Want je had ingebroken bij universiteiten. Ja. En, ja, ik ben veroordeeld voor het hacken van de Universiteit van Michigan. Goede universiteit is dat. Gelukkig geen Nederlandse, ja. Maar ik ben goed gematst, laten we daarop houden. Oké. Maar je had zwaardere straf kunnen krijgen. Ja, inderdaad, absoluut. En als ik uitgeleverd had geworden naar Amerika, dan had ik hier waarschijnlijk niet gestaan. Oké. Dus die waren wel blij dat je in Nederland bent gebleven. Want de straffen daar zouden stukken zwaarder zijn geweest. Ja, sowieso. Dat is een feit. Maar ja, dan kom je de gevangenis uit. En toen? Ik dacht je van ja, nou is mijn leven kapot, want ik heb strafblad. Ja, en, dat dacht ik eigenlijk wel op dat moment inderdaad. En het eerste, als je de interviews ook leest met de regisseurs, het eerste wat ik daar ook zeg, en dan vragen ze een hele simpele vraag van, ja, wat wil je worden? En toen zei ik, digitaal regisseur. En toen keek ze een beetje zo, ja, toen zei ik ook letterlijk, eigenlijk wil ik doen wat jullie nu aan het doen zijn. Oké. Ja, dat is niet heel slim en misschien. Je zei dan net niet bij, ik kan het beter. Of, ja, nou, dat was wel zo natuurlijk, maar dat zei ik dan niet ergens. Goed, maar dat ben je uiteindelijk wel gaan doen. Je werkt nu in de security sector. Ja, wat doe je zoal? Ik doe eigenlijk een beetje digitaal rechercheren, daar kan je het een beetje mee vergelijken. Een ander ding wat ik doe is penetratietesten, dus security audits, dat soort dingen. Ja, wat houdt dat in, zo'n penetratietest? Ik bedoel, de sollicitanten moeten weten wat het is, maar even voor het bredere publiek. Ja, het klinkt natuurlijk grappig, penetratietesten, maar ik... ik ben 24 uur per dag penetratietesten. Ja, dan zie je er nog goed uit. Nee, het is... een bedrijf komt zeg maar naar mij toe gewoon en die vragen eigenlijk, kan jij kijken of je ons kan hacken? En dan ga ik kijken hoe ver ik kan komen. Oh, oké. Ja, ik heb ook gevraagd of je dat bij mijn site wilde doen. Ja, ik heb zo druk, dat ben ik niet echt aan toegekomen. Helaas. Ja, ze hebben het wel gedaan hoor. Ik was onderweg hier naartoe. Heb jij de site al gecheckt trouwens? Ja, nou ja, ik heb hem gewoon maar neergehaald, want het was gewoon ellende. Ja, dit is ook weer zoiets, weet je wel. Er zijn mensen die willen gewoon laten zien, het kan. Ja, dat snap ik ook wel, weet je wel. Ja, het is ook heel leuk om te doen. Ja, wat zit daar nou achter? Waarom doen mensen dat? Ik voel me natuurlijk wel echt zwaar genaaid. Ik kan het nooit echt goed uitleggen, maar het is puur een kick. Het is puur een kick? Ja, ik denk dat ik bij niets anders zo'n kick ervaren heb eigenlijk. Je hebt bijvoorbeeld Rob Gongrijp, ik weet niet of je wel eens een interview van hem gezien hebt. Die zegt ook, dan vragen ze aan hem, waarom doe je of waarom deed je dat soort dingen? Die zegt puur, ja, omdat het kan, omdat het een kick is. Oké, je doet het. Geen enkele andere reden. Ja. Wat kan ik me daar fysiek bij voorstellen? Je zit echt dagenlang achter het computer en ineens poef, dan gebeurt het. Ja, doe je dat alleen of doe je dat met anderen? Of? Ja, ik deed het vooral alleen inderdaad. Ik heb wel contact natuurlijk met andere mensen. Ik ben ook veroordeeld voor deelname aan een criminele organisatie. Dat was omdat ik op een forum met andere hackers zat en daar praat ik met hun over hacken. En dat wordt gezien als een criminele organisatie? Voornamelijk alleen. Ja, dat werd gezien als criminele organisatie. Wat was je vraag? Nee, inderdaad, hoe dat nou in de praktijk eruit ziet inderdaad. Ja. Van ben je de hele tijd bezig, ineens ben je erin, of ben je vooral met veel aan het kletsen, of zit je met een groepje? Hoe gaat het praktisch gezien? Nou, ik focuste op een gegeven moment alleen maar op het hacken van domain controllers. Technische term, maar dat is zeg maar de belangrijkste server in het netwerk. Als je die hebt, dan heb je het hele netwerk. Dus wat ik dan deed was een val opzetten bijvoorbeeld eigenlijk. En dan regelde ik dat alles tot in de puntjes eigenlijk geregeld was. Op het moment dat een systeembeheerder bijvoorbeeld in de val trapte, dat ik dan weer thuis ook een berichtje kreeg. Ja, dat is kikker. Oh, je zet dingen klaar en dan anseneer je dat. Ja, je zet alles klaar. Je maakt een hele val in principe. Ja, ik dacht je kan hacken via exploits bijvoorbeeld, dan kan je direct een systeem in, maar dat heb je niet altijd. Je hebt ook vulnerabilities, zeg maar. En dan moet je soms vaak een val prepareren of wat dan ook. Want ik dacht al van waarom doen ze dat nou net vandaag met mijn site? Maar dat was dus al voorbereid. En ik dacht, nou, ik zal nu al thuis op zijn gemak in het zonnetje zitten. En denk van, nou, vanavond even een programmaatje doen. Nou, nu gaan we erin, weet je. Ja. Zoiets. Zoiets, ja. Nee, nou, dat niet. Nee, wat ik niet deed was bijvoorbeeld het deface van website data. Dat is meer van deze tijd eigenlijk. Want dan zit je er gewoon wat anders op. Ja, precies. Ja, dan pas je de hoofdpagina aan. Wat zijn een beetje de trends daarbinnen? Wat zie je nu? Wat kunnen we allemaal verwachten? Want ja, de TikTok zei dat het is gewoon een billboard. Het is net als een poster. Dus als je die hackt, is het eigenlijk hetzelfde als een graffiti op een poster zitten. Er zitten geen persoonsgegevens in of zo om aan te tonen. Of het is gewoon informatie die verloren is. Dus we bouwen gewoon weer opnieuw op, klaar. Dat is verder geen probleem. Maar wat gebeurt er nog meer? Wat kunnen we nog meer verwachten? In de toekomst bedoel je? Ja, nee, als je dus inderdaad de trends in de hackerswereld ziet. Ja, je zegt defacen. In mijn tijd was zeg maar het hacken, en dan praten we over 8 jaar geleden hoor, dus behoorlijk lang geleden. Toen was het dermate makkelijk om een website te hacken eigenlijk, dat je het volledige systeem eigenlijk overnam. Dat was het enige doel, daar maakte je alleen een klein beetje mee indruk. En nu is het al een beetje populair ook als je bijvoorbeeld een website kan defacen. En dat houdt in principe in dat je maar 1 pagina aan weet te passen. Wat je ook veel ziet nu is SQL injection, waarmee ze veel hacken. Dat had je toen de tijd ook veel minder. Ja, dat was mij overkomen, ja. Het ging te makkelijk gewoon eigenlijk. Ja, daar komt het op neer gewoon. Ik ben het cheaper. Ja, ik bouw dat ding gewoon zelf in mijn eentje, vind ik gewoon leuk. Dan kunnen mensen zien wat we hier doen, ja. Ik ben ook geen bank, weet je. Want ik vergelijk het ook een beetje met, weet je, in een normaal huis heb je ook gewoon glas. En dan kan je wel zeggen, ik gooi er een steen erin. Hey, goh, ik kan zo een steen eruit gooien. Ja, ben je in een bank, dan heb ik kogelvrij glas. Ja. Zo zie ik het een beetje. Dan kan je wel zeggen van, nee, ik heb het gegeten, maar ja, is niet zo moeilijk. Nee, de banken hebben nu wel aardig kogelvrij glas. Ja, inderdaad. Komt in de buurt. Want dat zijn echt de hottest targets, hè? Ja, tuurlijk, ja. Een bankoverval is natuurlijk het mooiste wat je kan doen. Want als je kijkt in de hiërarchie van hackers, dan is een bank, dat is wel echt top. Ja, tenminste, daar zou jij ook op focussen, denk ik. Als je echt een criminele hacker bent, hè? Dat bedoel ik nu. Nou, in die zin voel ik me wel vereerd natuurlijk. Kijk, vroeger was het blijkbaar niet belangrijk genoeg om te hacken, nu wel. Dat is ook wel enige status verworven. Nou, goed. Je ziet ze wel eens van Team Hightech Crime, of niet? Of? Ja, regelmatig. Okay. Spreken vooral natuurlijk. Hè. Het is de digitale wereld. Dus, dus die kennisuitwisselingen. Je hebt laatst ook nog op het nieuws gezien. Voor echt tof, leuk te zien. Toevallig. Ja, want hoe ging dat? Je bedoelt bij elkaar, dat idee had in ieder geval. Hoe ging dat? Wat wil je precies horen? Nou ja, jij was er op de een of andere manier bij betrokken. Hoe ging dat? Ja, nou, op een gegeven moment hebben wij een server in handen gekregen eigenlijk. En wat wij op dat moment gedaan hebben is dat je achter de dader aangaat. En toen, die server was sowieso al behoorlijk groot. Daar waren we al flink van geschrokken, was 750 gigabyte. En toen zijn we later eigenlijk een beetje in de data gaan kijken van wat is er nou precies gestolen. En daar zijn we dermate van geschrokken eigenlijk dat we aan de bel hebben getrokken een beetje. Oké. Nou, dus dat is een geval echt van criminaliteit. Ja, dat is de echte cybercrime op dit moment. Maar wat mensen ook wel vaak doen is hacken om te laten zien het kan. En dan willen ze juist eigenlijk iets goeds daarmee bereiken. Ja. Responsible disclosure, white hat hacken. Hoe sta je daar tegenover? Dat is een supergoed initiatief in ieder geval. Ja, want je laat dan eigenlijk zien, daar zitten de kwetsbaarheden. Maar wat je nu ook ziet is dat er veel jonge jongens, zoals mij dus bijvoorbeeld, zeg maar, veroordeeld worden voor dat soort dingen. Toen de tijd had je totaal nog geen responsible disclosure. Wat ik deed ook heel vaak was, op het moment dat ik betrapt was, en het was voor mij echt een spelletje eigenlijk, dan voelde ik dat ik het spelletje eigenlijk verloren had. Ja. En dan nam ik gewoon contact op met zo'n systeembeheerder en dan ging ik hem gewoon vertellen van daar zit een gat, daar zit een gat, daar zit een gat. En als je dan die jongens spreekt, 9 van de 10 keer zegt, ja, ik ga je morgen laten arresteren en dit en dat en zo. Die heel agressief reageren ze daarop. Ik heb maar 1 keer eigenlijk, of 2 keer ongeveer gehad, dat een systeembeheerder eigenlijk normaal daarop reageerde. En dat zei van, oh, nou goed dat je me informeert, goed, dat kan ik dichten en dat soort dingen. Ja, want eigenlijk help je ze daarmee natuurlijk, maar ja, je voelt je wel... dat was bij de sport, hè. Het was echt een spelletje spelen. En soms verlies je dat spelletje. Nou, dan gaf ik mijn verlies in ieder geval eerlijk toe. Ja, ja, want er zijn wel een aantal richtlijnen nu. Hè. Minister Opstelten, die heeft dan zo'n soort bulletlist gemaakt van je moet de mensen de tijd geven, je moet ze aantonen wat er gebeurt, niet al te veel data stelen, ook geen malware installeren. Ja, een heel protocol. Nou, hij krijgt meteen de hele hackerswereld over zich heen, wat denk je wel niet? Ja. Hoe sta je daar tegenover? Ik vind het een heel moeilijk onderwerp en op dit moment heb ik nog niet echt een standpunt daarop. Kijk, het initiatief is hartstikke mooi. Maar ik denk zelf dat hackers zullen lekken blijven vinden. Kijk, je hebt jongens die daar super achteraan gaan, achter het vinden van dat soort lekken. Die zijn vast ook wel bekend met responsible disclosure. Maar je hebt ook jongens die wat minder technisch misschien zijn, maar wel wat van techniek weten. En die vooral tegen dat soort lekken aanlopen. Ja. En die hebben niet echt het besef dat er responsible disclosure is en hoe je die paden moet gaan bewandelen. Voor die zou het goed zijn, niet voor de hackers zelf. Nou, als zo'n jongen bijvoorbeeld een lek vindt, dan is het verleidelijk om dat een keer naar je vrienden toe te sturen. Van, hey, zoals je laatst dat Skyblack had, zo'n typisch iets waar je per ongeluk tegenaan loopt. Niemand verwacht dat dat er is. En nou, dat stuur je misschien tegen een vriend, of naar een vriend toe, die maakt er misbruik van. En dan nadat er misschien 10 keer misbruik van gemaakt is, heb je zoiets, ja, eigenlijk is dit niet helemaal de bedoeling. Laat ik het maar gaan melden. En dan word je in één keer je kraag gevat. Ik weet niet of dat de goede manier is. Nee, want dan ja... ook de goede lijden daaronder natuurlijk. Precies, ja. En het kwaad wat je ermee kan doen is nog redelijk beperkt in ieder geval. Kijk, het is niet netjes dat je een paar vrienden... wat foute dingetjes heb laten doen natuurlijk. Maar daar had veel meer mee kunnen gebeuren. Ja. Goed, nou ja, daar zullen we nog veel over horen natuurlijk. Tot slot, er komen straks 30 nieuwe regisseurs aan. 15 tactisch, 15 digitaal. In het najaar ook weer 30 erbij. Wat zou jouw boodschap aan hun zijn? Want jij kent die wereld van binnenuit een beetje. Waar krijgen ze mee te maken? Wat zou jouw gouden tip zijn? Je weet waar ze moeten zoeken. Nee, maar een gouden tip. Ja, ik heb niet echt een gouden tip. Het belangrijkste is eigenlijk dat als je... dit werk wil gaan doen, dat je vooral gemotiveerd bent. En ik denk dat opleidingsachtergronden, dat soort dingen, dat van minder belang is in ieder geval. Je moet een bepaalde drive in je hebben zitten, je moet willen knokken, je moet die puzzel willen oplossen gewoon eigenlijk. Ja. En dat is het belangrijkste daarvan. In die zin zijn ze niet zoveel anders dan echte hackers? Nee, dat denk ik niet, nee. Oké. Nou. Het is ook een beetje wat voor persoon je bent, hè. Wil je goed doen? Je moet echt een politieman zijn. Ja, puzzels oplossen, zei Dick Berlijn al. Ja, goed. Precies. Nou, ik wil je hartelijk danken dat je hier verhaal hebt komen vertellen.